En dan zijn we klaar mee. Hebben we toch uiteindelijk zitten kijken naar een buitengewoon teleurstellende wedstrijd? Het kan duidelijk zijn dat met twee thuiswedstrijden te gaan, dat wij dat wel beter voor de dag moeten komen als in de laatste wedstrijd. En daar moeten we ook alles aan doen om dat met veel passie en met veel strijd voor elkaar te krijgen. Alleen dat is de enige manier om daar weerstand aan te geven als het dan wat minder loopt. Ja, dan moet je met elkaar knetterhard werken. Maar uiteindelijk ook gewoon de dingen uitvoeren die echt nodig zijn. En dus de basisdingen heel goed doen. En daar moet de focus ook op liggen. Dat het niet te geforceerd gaat. Waardoor we alsnog veel fouten blijven maken. Want dan help je alleen maar de tegenpartij in plaats van onszelf. Je moet er geen heel item van maken. Maar we zijn wel bezig om onszelf beter te maken. En dan kijken we met name naar onszelf hoe we de dingen anders kunnen doen in balbezit. En om kansen te creëren, om tot doelpunt te komen. Ik denk dat we gewoon nog steeds met het proces bezig zijn van het begin van het seizoen naar het eind van het seizoen. En dat is een lang proces en dan heb je eens met vallen en opstaan. En dan komt hij er net niet langs. Kans is nog niet verkeken. Ziyech, Klaassen en Dolberg voor de tweede. Ja, ik zit een goed team. Dat hebben ze laten zien de laatste weken. Ze zijn goed bezig. En voor ons geldt het gewoon dat we, net zoals tegen PSV, resultaten willen halen daar. In ons eigen stadion. Ik denk dat mogelijk is. Ja, hij is natuurlijk ook een ploeg die graag wil voetballen en ook naar voren wil spelen. Dus dat betekent toch dat de ruimtes wel anders zullen zijn dan in de afgelopen wedstrijden. We moeten gewoon zorgen dat we die ruimtes die we krijgen, dat we die goed gebruiken. En daarnaast moeten we zorgen dat we heel agressief en compact gaan spelen tegen Ajax. En proberen er bovenop te zitten. Hij is een fantastische speler en volgens mij doet hij het nu ook goed daar. En heeft zijn draai gevonden. Begint ook daar zijn doelpuntjes te maken, dus we zullen zien of hij er eentje kan scoren tegen ons. Natuurlijk is Hakim een speler die het verschil kan maken in wedstrijden. Dus ja, dan weet je met vrije trappen weggeven dicht bij de goal, dan moet de alarmbellen ook afgaan. Maar daarnaast is Hakim natuurlijk ook wel iemand die in het spel zelf met een steekbal of vanuit een goede combinatie die daar heel belangrijk in kan zijn. Ja, tuurlijk, maar goed, uiteindelijk mooi als team zorgen dat we dat zien te voorkomen en hem niet in de situatie laten komen dat hij het verschil kan maken. Het zou een mooi moment zijn om de laatste weken achter ons te laten en weer een nieuwe slag te slaan.